Kolencentrales moeten taboe worden. En het hele beleggingsbeleid moet groen. Als eerste grote pensioenfonds maakt het ABP de draai naar ethisch en maatschappelijk verantwoord. Maar het betekent niet dat de rendementen omlaag kunnen. Het ABP wil vooral duurzaam zijn. Wij willen de lat omhoog leggen als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat betekent dat rendement voor onze deelnemers onverminderd belangrijk blijft. Maar wij willen dat rendement naar de toekomst toe op een duurzame wijze genereren. Onze beleggers die gaan per sector een soort maatlat ontwikkelen van wat verwachten wij van bedrijven, waar wij die bedrijven tegenaan leggen. Aan de voorkant gaan wij dus toetsen, voldoet een bedrijf aan wat wij verwachten op duurzaamheid, sociaal en goed bestuur. Is dat zo, dan komen ze erin. Zien wij kansen voor de komende jaren dat zij die beweging gaan maken, dan gaan we daar ook in beleggen en in gesprek om ze daartoe te krijgen. Matthijs Bouwman, waarom doen ze dit? Ja, ABP geeft er drie redenen voor. Als eerste reden noemen ze dat de deelnemers het willen, dus leden van het ABP. Duurzame bedrijven scoren beter, zegt het ABP, dus ze kunnen er ook geld mee verdienen. En dat vind ik wel een mooie, het past bij onze langetermijn. Als langetermijnbelegger moeten we ook nadenken over de langetermijn van ons planeet. Ja, dat is wel een beetje een trend, hè? Verantwoord beleggen, ja, groen beleggen, ethisch beleggen. Impact investment vind ik eigenlijk de mooiste term ervoor. Dat je met je beleggingen niet alleen financiële rendementen, maar ook maatschappelijke rendementen wil halen. Dit is een trend. Er wordt ook wel wat greenwashing gedaan, dus veel beleggers doen het een beetje. Ik heb even gekeken hoe dat in Europa zit. Er wordt veel duurzaam belegd. Mm-hmm. Maar de grootste categorie is eigenlijk de duurzame belegger. Die willen geen slechte beleggingen doen. Dus die sluiten wat bedrijven uit. Dat zie je er onderaan. Dat is zo'n 6800 miljard. Het gaat om grote bedragen hier. Ja. Wat daarin is gestoken. En dan heb je ook beleggingsfondsen of pensioenfondsen die zeggen, we gaan alleen voor normen en waarden. Dus bepaalde normen. Als je erboven komt, dan mag je dan. Maar ben je wat zijn slechte bedrijven? Dat zijn al clusterbommen. Dus vooral de clusterbommen. Kinderarbeid. Dus bedrijven die echt zo fout zijn dat je je handen niet aan wil. Nee, maar wel machinegeweren en tanks, maar geen clusterbommen. Nou ja, je kunt daar zelf je regels voor maken. Hè. Dat is allemaal, staat iedereen vrij. Maar in elk geval ligt er voor zo'n 6800 miljard ligt er in fondsen die in elk geval bepaalde categorieën hebben uitgesloten. Oké, en dan kom je bij de categorie normen en waarden. Ja. Dus dat is dan zeg je, nou, je moet over een bepaalde drempel heen en dan pas gaan we in je beleggen. Dus je moet een streven hebben naar groen bedrijf worden. Of dat is nog vrij mild. Hè. Dat is nog niet dat je bedrijven echt keihard uitsluit. Interessante categorie daarboven, waar ook maar relatief weinig in wordt belegd, zijn de fondsen die eigenlijk eisen dat je het beste van de klas bent. Dus dan moet je als eerste staan in de Dow Jones Sustainability Index. Mm-hmm. En dan pas mag erin belegd worden. Ja. En dan heb je een handjevol echte duurzame fondsen die uitsluitend beleggen in bedrijven die een bijdrage leveren aan een schonere of betere of vreedzamere planeet. Dus die hebben echt een lijst. Ja, je moet eraan voldoen en dan pas gaan we in je beleggen. Maar je ziet, dat is wel de kleinste categorie. Oké, maar wat voor normen hebben we het over? Wat voor richtlijnen? Waar moet je je aan houden? Nou ja, ABP probeert nu van die onderste categorie naar boven te schuiven. Hè? Ja. Die hebben sinds 2008, sinds de clusterbommen discussie, hebben ze dat uitgesloten. Dus sommige wapenfabrikanten beleggen ze niet meer in. Hebben ze nog wat categorieën uitgesloten. Ze willen omhoog, ze willen normen en waarden. Ze willen ook wel af en toe gaan kijken of ze niet in de beste van de klas kunnen gaan beleggen. Ja, het is heel breed hoor. Bedrijven moeten bijdragen aan een schonere toekomst. Ze willen 25% minder CO2 in de portefeuille in 2020. Ja, maar zijn kolencentrales nou uit of niet? Ja, kolencentrales vallen er eigenlijk nog binnen. Tenminste, bedrijven, energiebedrijven met kolencentrales, we hebben dat aan Wortman gevraagd, die kunnen nog wel, mits ze bezig zijn met de transitie richting groene energie. Dus het is nog niet keihard een lijst met dit nooit meer. Het is een lijst van aan de ene kant bedrijven die het goed doen, eigenlijk. Ja, maar ook bedrijven die laten zien dat ze het goed willen doen. Daar blijven ze mee in gesprek. En ook kerncentrales, die hebben helemaal geen uitstoot. Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Het is eigenlijk altijd een kwestie van het afval, smaak, natuurlijk, wat je erin ziet. Als ze geen uitstoot willen, dan. Ja, dan zou je erin moeten beleggen. Ik denk dat die om een andere reden ook geband worden. En dat ze echt alleen maar de traditionele duurzame energie. Dit gaat niet ten koste van het rendement, zegt het ABP. Kunnen ze dat hard maken? Nou, ze hebben zelf onderzoek gedaan. Ze zeggen, we hebben een soort portefeuille gemaakt. En dat hebben we met terugwerkende kracht 5 jaar gevolgd. En dan zien we dat we geen rendement verliezen. Robeco, ook zo'n fondsbelegger, die is al fondsbeheerder, die is al veel langer bezig met dat sustainable beleggen. En die hebben ooit eens laten zien, als je nou
in de slechtste bedrijven per sector, hier zie je het, zou beleggen. Mm-hmm. Wat zou dat opleveren? Dus lijstjes per sector, chemie, olie, de slechtste bedrijven, de minst duurzame. Zou je verlies leiden als je daarin had belegd in 2001? Als je in de meest duurzame van elke sector had belegd, dus het beste van de klas per sector, had je zo'n 20% winst gemaakt. En nog mooier, zeggen ze, als je nou eens long was gegaan, dus je had belegd direct in die meest duurzame bedrijven, en ondertussen had je een positie short, hè, dan speculeer je op koersdalingen, in die minst duurzame genomen, ja, dan had je 40% rendement gehaald. En hoe doen ze dat zelf bij Robeco? Ja, dat is dan, dit is de theorie, zeg maar. Robeco had natuurlijk het Robeco Duurzaam Fonds. Ja. Het traditionele duurzaamheidsfonds. Zijn ze in 2014 hebben ze dat laten opgaan in een ander fonds. Ja, als je daarnaar kijkt, zie je redelijk rendementen. Maar op en neer met de crisis natuurlijk. Ja, ik heb er even de MSCI World Index, zeg maar de meest brede index ingetekend. Ja, die heeft het toch gewoon weer iets beter gedaan dan die Robeco Duurzaam. Dus misschien kost het toch wel wat. Het ziet er mooi uit, maar wat als je nou duurzame beleggingen afzet tegen een gewone modelportefeuille? Ja, nou dat zag je net. Dan doen ze het met dat voorbeeld van Robeco Duurzaam doen ze het slechter. Als je kijkt naar Allianz heeft er eentje. En veel Nederlandse banken hebben ook tegenwoordig duurzame fondsen. Ik heb even gekeken. Nou, die volgen meestal wel ongeveer de algemene index. Ook wel logisch, want als je kijkt wat erin zit, dan zitten er eigenlijk ook wel heel veel bedrijven in. En die scoren vooral op Apple en Google bijvoorbeeld heel goed. Ja, dat doet iedereen. Ik vind het allemaal wel heel mooi klinken. Hè? Je probeert duurzaam te beleggen en dan toch grote rendementen te halen. Ja. Je zou bijna denken, weet je wat, ik ga eens over de schutting kijken naar al die slechte bedrijven. Dan kom je bij de gokindustrie, de seksindustrie. De wapenindustrie, tabaksindustrie, noem het allemaal maar op. Misschien kun je daar wel meer in verdienen. Dat weten we niet. Dat is maar weinig onderzoek. Ik zal straks het onderzoek wat we hebben gevonden even laten zien. Eerst een quote van onze topbelegger van de afgelopen eeuw, Warren Buffett. Die zei al in 1980, best een goed idee, moet je eigenlijk in beleggen, sigarettenmakers. Fout natuurlijk, maar het kost 5 cent om een sigaret te maken. Je verkoopt het voor $1. Het is verslavend en er is merkentrouw. Nou, wat wil je nog meer? Ja, okay. Dat is de topbelegging. Hij zit er overigens zelf niet meer in. Hij is ook een beetje moreel geworden. Nee, maar dit was 1980. Ja. Ik bedoel, Philip Morris en Berghem Zoom is ook dicht, zullen we zeggen. In 2000 is heel weinig onderzoek gedaan, want het is een beetje politiek incorrect natuurlijk. Wat gebeurt er nou als je in foute bedrijven belegt? We vonden één onderzoeksrapport van een stelletje professoren uit Amerika. Sin Stock Returns. Wat gebeurt er nou als je in echt zondige aandelen belegd. Die hebben 267 aandelen gevolgd in verschillende landen. 37 jaar lang. Foute bedrijven. Ja, fout in van Amerikaanse termen. Dus porno, stamcelonderzoek, wapenindustrie. Stamcelonderzoek zit daar dan ook. Vindt Amerika ook fout. Ja, die biotech vonden ze dan ook fout. Mm-hmm. Als we kijken naar die 37 jaar. Al die beleggingen in verschillende landen. Dan zijn er van die 37 jaar slechts 2 jaar waar hun zondige index het slechter deed dan de algemene index. En zij laten ook zien, dat klopt ook wel. Je zit in sectoren waar vaak zware regulering is. Krijg je automatisch al een soort monopolie. Kun je misschien wel meer winst maken. En er is een soort afkeer van beleggers om in foute bedrijven te beleggen. En dan kun je ook zeggen, dan blijft er dus geld op tafel liggen. He, dat geld op tafel, dan moet je er even afhalen. Maar moet je wel even je geweten ook bij de portier achterlaten. Maar het ligt op tafel als je fout wil. Als je sigarettenfabrikanten, tabak, wapenindustrie, porno, ook afschuwelijk natuurlijk, als je daarin gaat beleggen. Zou het wel eens kunnen zijn dat je het nog beter doet? Nou ja, nou wacht op pensioenfonds die dat gaat uitvoeren. Ja, maar zo'n pensioenfonds heeft eigenlijk maar één opdracht. Namelijk die pensioencontracten nakomen. Nou, dat vind ik niet. Ja, daar ben ik het niet mee eens. ik vind dat de AWP doet goed. Ja. Ze zijn een pensioenfonds. Zij eisen een heel groot deel van onze totale besparingen op. Hè. Die moet je afdragen als je ambtenaar bent. Moet je dat gewoon aan het pensioenfonds geven. Die besparingen moeten ze vervolgens inzetten. Niet alleen maar vanwege het rendement, maar ook om de maatschappij te dienen. Ze zijn zo groot, zij moeten macro-economische doelstellingen hebben. Ik vind het heel netjes dat doet. Zorg en welzijn doet het ook. Hè. Die kijkt ook steeds meer hiernaar. Het is echt de trend. Wij kunnen wel lekker gaan grapjes maken over de tabaksindustrie en de porno-industrie. Mm-hmm. Ik vind het goed dat ze dat, nou, porno mag van mij wel, dat ze dat niet gaan doen. Dat ze het proberen hun maatschappelijke taak wat breder te zien dan alleen maar hoge rendementen voor de leden. Oké, en waar leg je dan de grens? Dat was natuurlijk op een gegeven moment dubieus. Drankindustrie? Is dat verwerpelijk? Ja, dat is het moeilijk. Dat zei je ook al. Dat is moeilijk. Het is een kwestie van smaak. Hè. Als je zou je kunnen voorstellen dat je zegt, ik ben bang voor de Russen. Ik ben bang voor klimaatverandering, maar voor kernenergie. Je kun je zo'n lijstje maken dat het eigenlijk heel erg maatschappelijk verantwoord is om in wapenindustrie en in kernenergie te gaan beleggen. Dus het is een kwestie van smaak. ABP gaat het ook overleggen met de deelnemers. Dus die krijgen er ook invloed op, als het goed is, op wat de voor keuze daar gemaakt worden. Mm-hmm. Ja, zo kunnen we misschien met z'n allen een beetje een beleggingsmoraal ontwikkelen. Oké, dankjewel.